Ik werd 's nachts wakker door klokgelui. En ik dacht op dat moment, de dijken zijn gebroken. En ik spring uit mijn bed en ik sta gelijk in het water. Er kwam van alles voorbij, dieren, tafels. Zelfs een auto kwam langs. Ik kwam in paniek, omdat ik wist, dat huis waarin ik woonde, dat was erg oud. En toen heb ik tegen mijn zoontje gezegd, wij moeten weggaan uit dat huis en je moet papa goed vasthouden en niet loslaten. Maar ik heb toen toch de overkant van de straat kunnen bereiken. En daar stond een hek aan de overkant en bij dat pand heb ik ingebroken. Ik één keer in mijn leven dus kraak gezet en dat is toen geweest. En bovenop zolder lag een wollen vlag. Daar zijn we onder gaan liggen, daar hebben we onder geslapen. En ik weet nog dat ik voor mijn zoontje van karton schoentjes heb gemaakt. En toen het licht werd, toen keek ik uit het raam en schreeuwen natuurlijk om hulp. En toen heeft men mij en mijn zoontje met een bootje opgehaald. En toen hoorde ik dat er geen verbinding was met de buitenwereld. En toen kreeg ik het idee om een noodzender te bouwen. Nou ja, veel spullen had ik niet. Ik had natuurlijk wel wat radiolampen. En ja, ik kon spoelen wikkelen. En toen heb ik op twee plankjes mijn idee van die noodzender uitgezet. Het zaakje oscilleerde, het werkte. En op een gegeven moment had ik dan contact met Middelburg. Ik moet nu heel snel naar de gemeente om te vertellen dat ik contact heb met de buitenwereld. Ik kom dus bij de gemeente van Zierikzee. Ik zei, heren, ik heb contact. En toen hebben ze me opgetild en hoera geroepen. En toen ben ik weer heel gauw teruggegaan. En toen is het een gekkenhuis geworden. Hallo, PA0GBX in Den Haag. Hier roept PA0GOP. Ontvangt u mij? Over. Ik kon dus werken met de overheid. Ik kon werken met schepen. En wat mij na de hand heel moeilijk kon begrijpen, ik kon ook werken met vliegtuigen. Het eerste vliegtuig wat boven kwam, dat was 's nachts. En toen zei die piloot tegen mij, ja nou, wat moet ik met die spullen doen? Wat moet ik doen? Ik zei nou, toen werd hij een beetje kwaad. Ik zei, blijf nou een beetje in de rol te vliegen. Dan ren ik naar de gemeente. En er is in Zierikzee is er nog een open ruimte. En daar moeten ze dan auto's neerzetten met de koplampen aan. En dus noods ook nog vuur aansteken. Ik zeg, en dan zie je een gemarkeerd vlak met vuur rondom. Ik zeg, en dan gooi je daar die spullen maar in. En zo is het gegaan. Hij is daarna nog enkele malen boven geweest. En op een gegeven moment toen zei hij overdag, waar zit je nou eigenlijk? Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Toen hebben we met een stok en een lap gezwaaid. En toen zei hij, ik zie jullie. En toen schommelde hij met zijn toestel heen en weer dat hij dat gezien had. Wat ik zo geweldig vond, dat hij zei, als dat karweitje achter de rug is, dan gaan we samen een pilsje kopen.